Welkom allemaal bij de warming-up vanuit de Wordt Grote Studio in Stadion Euroborg. Vandaag met Arjen Robben en Martin Drent. Twee oude teamgenoten. Welkom. Ja, van heel lang geleden. Is het lang geleden dat jullie elkaar gezien hebben? Ja, ook. Ook. Eigenlijk het moment dat hij naar PSV ging, hebben we elkaar niet meer zo gezien, zeg maar. Wat bespreken jullie dan als eerste, zo net op de gang? Oh, heel snel. Hoe is het? Alles goed, gezond en helemaal in deze periode. En, nee, inderdaad, dat het lang geleden is en dat wat Martin nu doet, hè? Trainen bij Gomos. Leuk. Hoe is het met jou? Wat doe jij op dit moment, Arjen? Ja. Ik geniet voornamelijk van de tijd met het gezin. En, verder geen bijzondere dingen eigenlijk. Gewoon, toch wel veel. Ik ben wel veel aan het sporten. Om toch een beetje fit te blijven. En, maar verder inderdaad veel tijd doorbrengen, met name met de kinderen. Ja. Wat doe je dan voor sporten? Ik ben een beetje af en toe wat aan het fitnessen, maar ook wel wat aan het lopen. Maar voornamelijk padeltennis speel ik vrij fanatiek nu, ja. Veel? Hoe vaak in de week? Nou, toch gauw 3-4 keer in de week, ja. Heb jij wel eens gepadeld, Martin? 1 keer. Maar ik ben toch wat meer voor tennis. Ik tennis nu een jaar of, ouderwets, een jaar of 15. En aan het dubbelen. En dat vind ik ontzettend leuk. En heel af en toe doe ik wel eens een keer een enkel. Maar goed, het gaat me goed af. Hoe is het met jou? En met je club VV Gomos? Met Gomos gaat het heel erg goed. Het is een leuke club. Een aantal jaren achter elkaar. Een bijzondere lichting gehad. Veel kwaliteit. En er is weinig druk daar. In de zin van, we spelen eerste klas. En dat is voor een club van nog geen 400 leden uniek. En daar genieten we van. We zijn fanatiek. Maar het is ook heel erg belangrijk om plezier te hebben. Mm-hmm. Plezier in een spelletje, leuk vinden om te gaan trainen, beter willen worden. En ja, we vermaken ons prima. Wat doe je daarnaast nog in het dagelijks leven? Nou, eigenlijk kan ik hetzelfde zeggen wat Arjen zegt. Van veel bij het gezin, genieten van het gezin. En ik sport ook een beetje voor mezelf. Ook hardlopen. Daarnaast doe ik nog bij RTV Noord een podcast op maandagmorgen. Eigenlijk allemaal leuke dingen. Nu zijn we hier natuurlijk omdat Arjen een eerbetoon krijgt aanstaande zondag. Ja. Terecht in jouw ogen? Nee, absoluut. Absoluut. Maar eigenlijk, het allermooiste punt vind ik dat hij weer terugkwam. Het is natuurlijk een speler die zich dusdanig heeft ontwikkeld. Hele mooie stappen gemaakt. Nou, uiteindelijk toch bij, ik denk, Bayern München een ontzettend grote meneer geworden. Ook wel in het rijtje past, hè, van Messi, Ronaldo en alles wat daar in de buurt zit. Dus gewoon een krankzinnige carrière. Het enige smetje, denk ik, is wel zijn lichaam geweest. Hè. Dat toch wel wat te veel blessures. Maar ja, buitengewoon veel talent. Maar ook hoe hij dan zich presenteerde met interviews. Je zag Arjen gewoon. Arjen was Arjen. En komt nog steeds op fietsie, zag ik, naar het stadion. Is normaal gebleven. Maar vooral die laatste stap, hè, dat hij dan toch terugkomt bij Groningen. Ja, dat als fan, zeg maar, vind ik dat ontzettend mooi. Weet je nog waar je was toen het bekend werd gemaakt? Dat is wel een hele goeie. Nee, maar dat heeft dan weer te maken met leeftijd, denk ik. En heel veel ballen gekocht. Maar ik weet wel dat ik op dat moment gewoon kippenvel kreeg. En van potjandori, die zagen we niet aankomen. En als je dan later ook nog eens ziet hoe dat allemaal gegaan is, hè, met Flederis en Gudde. Hè, hoe die met de auto daar naartoe gingen. Hè, de nieuwe generatie, met cameraatjes erbij, beelden erbij. En ja, een jongensdroom als supporter zijn, hè, dat je Arjen Robben terughaalt. Ja, maar dat heeft ook heel veel gedaan met de supporters. Hè, en, maar om op je vraag terug te komen, absoluut terecht. Hè, dat hij een eerbetoon krijgt. En dan krijg je zondag dat eerbetoon, Arjen. Nu zijn er ook mensen die vroegen zich af, had er geen afscheidswedstrijd moeten komen met allemaal legendes, et cetera. Zou je zoiets willen? Nee, dat heb ik al wel eens eerder aangegeven. Ik denk dat niet echt bij mij past. Ik ben eigenlijk altijd van het natuurlijke, puur natuur. En ik denk, je kan maar op één manier afscheid nemen altijd. En bij Groningen nu op het einde was dat natuurlijk lastig, hè? Want je speelt zonder publiek en je speelt die play-off wedstrijd, je speelde niet eens thuis, we speelden één keer uit. Dat is dan in één keer de laatste wedstrijd, dan is het ook over. Maar nee, ik ben meer, ik heb bij het Nederlands elftal ook kunnen doen, gelukkig. Gewoon de laatste interland, ik wist als enige, met een paar mensen dan, dat mochten we ons destijds niet kwalificeren,
wist ik dat dat ook de laatste was. Nou, die heb ik mooi kunnen afsluiten. Bij Bayern heb ik hem mooi kunnen afsluiten. Dus ja, ik ben meer daarvan. Dat andere is meer, ja, vind ik altijd een beetje een soort gemaakte show wordt het dan. En dat is denk ik niet echt aan mij besteed. Snap je dat, Martin? Nou, ik vind een gemaakte show wel leuk. Ja. maar daar verschillen wij ook. Weet je, ik vind de aandacht vind ik heel erg leuk. En hij is wel wat nuchterer dan ik. Weet je, ik vind de show daaromheen, de Amerikaanse. Dat vind ik wel leuk. Maar goed. Je sprak net hele mooie woorden over Arjen. Maar toen Arjen bij de selectie kwam, toen was Martin Drent eigenlijk een grote meneer. Hè? Ja. Hoe keek jij tegen hem aan toen? Ja, zoals je zegt. Weet je, dat is. Je komt als jong ventje. Ik was natuurlijk echt extreem jong, 16. Kom je op een gegeven moment bij de eerste selectie. En dan, ja, voor mij waren dat de grote jongens. En ik zat in het Oosterparkstadion één keer in de twee week. Zat ik altijd te kijken. En ja, ik denk, bij mij was het ook niet, weet je, je hebt uiteindelijk wel dat doel, die droom. Maar ik was er nooit echt van bewust dat het in één keer zo zou kunnen gebeuren. En, ja, dan kom je er in één keer bij en dan gaat het heel snel. En ja, dan probeer je zo goed mogelijk alleen maar keihard je best te doen. En verder inderdaad gewoon rustig gewoon je mond houden en luisteren naar die jongens. En voor mij was dat wel destijds heel bijzonder. Ik heb natuurlijk met Martin, ik weet bijvoorbeeld mijn eerste goal thuis tegen Ajax. Dan legt het Martin hem pan klaar met zijn hoofd. Nee, met de hak. Met de hak? Ja, dat was een voorzet vanaf links. Ja, dus weet je, dat zijn allemaal dingen, ja, ik heb daar alleen maar wel hele goede herinneringen aan en ja, dat zijn gewoon de eerste stappen geweest en ja, daar ben je als jongetje, ben je daar, of een klein jochie, ben je daar gewoon ook heel dankbaar voor natuurlijk dat je daar die kans krijgt, ook bij Jan van Dijk, die me die kans gaf en me ook in die tijd ook heel goed begeleiden, zeg maar, want het is natuurlijk niet niks als je bij een eerste selectie komt op zo'n jonge leeftijd. Ja, en ook die jongens die hebben mij wel heel goed opgevangen, gelukkig. Nu is het eerbetoon tegen RKC. Dat was ook de tegenstander waarop je tegen debuteerde. En daar wil ik jullie eigenlijk even een fragment van laten zien. Een fragment van RTV van Noord. Ja, denk wat gaat er komen dan? Nou ja, ik ben van Totten. Heb ik misschien wat minder ballen gekocht dan Martin. Heb ik nog redelijk goed geheugen. Maar volgens mij was het uiteindelijk baalde ik, want het was een heel mooi moment. Natuurlijk je eerste minuten. 16. Alleen ik had Martin eigenlijk een assist moeten geven en die mislukte. Ja, ik vond ook zelf dat het wel lekker ging in balbezit. Dat je aan de bal goede dingen gedaan. Dus ik ben heel tevreden. Ja. Behalve de ballen Drent opzij, die had iets harder moeten doen. Ja, dat was het. Geweest, maar ja. Werd ik al bal? Dat kun je niet. Nee, volgens mij. De basis van Gregor van Dijk. En Robben ziet in zijn ooghoek dan al Martin Drent helemaal vrij staan. Oh, ja. Robben is de kracht om de bal nog op maat te geven. Ja. Als hij dat had gedaan, dan had Drent... Als. Nee, maar de intentie was wel om de bal naar mij te spelen. Kijk, als hij op dat moment de bal op doel had geschoten, zeg maar, ja, dan was het misschien een ander verhaal geweest. Had ik intentie had. Was goed. Had jouw carrière misschien heel anders uitgezien, Martin? Als hij die bal brengt. ik weet nog wel. Ik kan een aantal delen nog wel herinneren. Er werden ook voorgesteld hè, door Jan van Dijk. Dit is Arjen Robben vanuit onder de 19. Of toen de tijd nog A1, denk ik. En hij doet het heel erg goed. En als beloning zit hij bij de selectie. Nou, daar ben ik wel voorstander van. Hè, als eigen jeugd het goed doet en de mogelijkheden bestaande, prima. Maar toen viel hij in. En mijn eerste wedstrijd zeg maar, in de basis was ook tegen RKC trouwens. Maar dat was een basisplek, hij viel dan in. Maar ik zag niks van dat hij nerveus was, zenuwachtig. Had ongelooflijk veel lef, hè. Zocht de tegenstander gelijk op. Hè. Terwijl ik denk, van, nou, als je dan net in het eerste speelt, houd even simpel. Maar hij speelde gelijk een deel van zijn eigen spel, zoals we dat later ook hebben gezien. En dat vond ik ontzettend knap. Arjen, nu heb je afgelopen zomer natuurlijk besloten om te stoppen. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, dat blijft nog steeds dubbel. Ik denk dat het wel de juiste en de meest verstandige beslissing is geweest. Alleen, ja, je neemt hem met tegenzin, omdat ik gewoon nog heel graag nog een jaartje had gewild. En daarom is het nu zo'n aanstaande zondag. Is ook nog wel in die zin, vind ik, ook weer dubbel dat ik denk, ja, het is mooi en het is een afscheid.
Alleen ik had hem eigenlijk met voetbalschoenen aan willen doen en echt als speler op het veld. En ik had gewoon nog zo graag in die volle Euroborg nog ja, in ieder geval één hele mooie wedstrijd willen spelen. Ja, dat is helaas niet gelukt en ja, daarom is het bij mij is dat een beetje zo'n dubbel gevoel. Ja. Je hebt er lang over nagedacht tijdens de zomer. Wat was uiteindelijk de afweging die je moest maken? Ja, nou, wat ik toen ook zei, het, een beetje het, de botsing tussen het voetbalhart en het verstand. En, ik ben toen ook vrij snel nog door blijven trainen. Ik ben toen na die laatste wedstrijd tegen Utrecht, die play-off wedstrijd, wilde ik in ieder geval een kans geven in die zin van ik wil nu niet 4-5 weken de vakantie pakken en dan weer helemaal opnieuw beginnen. Want ik heb natuurlijk echt hard, echt van ver moest ik komen, heb me teruggeknokt uiteindelijk. Dat is uiteindelijk gelukt en nou, toen wilde ik hem eigenlijk doorzetten. Ik denk van nou goed, blijf doortrainen en kijk hoe dat gaat. Alleen, dat heb ik destijds ook niet gezegd. Dat was ook niet belangrijk, weet je. Ik stond uiteindelijk weer op het veld, alleen het ging nog steeds niet van harte. En ik had eigenlijk ook alweer 2-3 maanden behoorlijk chronische klachten aan mijn achillespezen. Dus het was geen pretje meer. Maar toch wilde ik het kijken of hoe dat ging, hè, hoe zich dat ontwikkelde. En dat is uiteindelijk, viel dat wel weer tegen, zeg maar. En dan ja, moet je uiteindelijk, op een gegeven moment speelde ik nog een oefenwedstrijdje mee met de onder 18. En toen kreeg ik ook wel weer wat last. Had ik alweer een beetje wat problemen met mijn kuit. En dan zat eigenlijk alweer een blessure eigenlijk alweer bij de kuit. Ja, en dan moet je op een gegeven moment, de eerlijke beslissing nemen voor jezelf en voor iedereen. En hoe graag je nog door wilde, ja, dan is het op een gegeven moment een keertje klaar. Dat doe je niet van harte, want dat zeg ik. Ik wilde graag nog, alleen ik heb het toch de andere kant, de andere beslissing genomen. Ja, ben je daar een tijdje kapot van geweest dan? Nou, in het begin vond ik het wel lastig inderdaad. Alleen, ik denk dat het ook goed was dat op een gegeven moment vrij snel de zomervakantie begon. Dus toen konden we gelukkig nog een beetje met het gezin hebben, heel eventjes ertussenuit. Dat heeft ook wel wat geholpen, gewoon wat afleiding. En ik denk met name op een gegeven moment dat je weer wat afleiding hebt, weer wat de dagelijkse dingen, het dagelijkse leven weer normaal, de scholen begonnen weer. En ga je weer voor jezelf sporten en ga je weer andere dingen doen, leuke dingen doen en verdring je dat een beetje naar de achtergrond. Hoe kijk jij terug naar wat hij wel niet van zichzelf heeft gevraagd om nog voor de club te spelen? Nou ja, in ieder geval zie je een mentaliteit zeg maar, wat nooit opgeeft. Hè. Continu door blijven gaan, de ene tegenslag naar de ander, hè, lichamelijk gezien. En zijn laatste periode bij Groningen was heel erg mooi hè, dat hij terugkwam. Maar ook alweer een enorme strijd voor hemzelf hè, om door te gaan. En je hoort het nu ook, hè, eigenlijk wilde hij ook wel weer voor een tweede seizoen gaan. En dan zit je qua mentaliteit zit je gewoon zo hoog. Alleen maar respect. En dat je dan uiteindelijk de keuze maakt om het niet te doen, is eigenlijk ook wel logisch. Het kost zo ongelooflijk veel kracht. En als het heel veel kracht kost, dan wil je er eigenlijk ook zelf wat voor terugkrijgen. En als je dat zelf niet meer terugkrijgt, dan ja, ik vind het knap. Ik vind het knap. Ja, dat is het ook wel inderdaad. Ja. Dat is het, weet je. Ik ben de eerste en ik train heel graag keihard. En werk keihard, graag. Alleen op een gegeven moment wordt het wel moeilijk als je er inderdaad niks voor terugkrijgt, maar dat je geen garanties daarmee hebt, dat je dan zegt, oké, al moet ik me elke dag 6 uur per dag met de schompers werken, als ik dan wel mijn wedstrijden kan spelen, dan doe ik dat gelijk. Ja. Alleen, ja, dat was het niet. Dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk wat lastiger. Heb je ondertussen nagedacht wat je wil gaan doen in de toekomst? Ben je daarmee bezig? Nou, ik ben er niet heel bewust mee bezig. Ik heb ook nu niet bewust dat ik al echt ambitie heb van oké, die kant gaat het op. Nee, ik ben er nog vrij open in en laat de tijd ook een beetje eroverheen gaan. En dan denk ik, komt vanzelf wel iets waarvan je zegt oké, dat past bij me. Ik vind het wel leuk om, ben af en toe wel bij BeQuick wat actief. Vooral bij mijn eigen jongens natuurlijk kan ik dat wat combineren door en dicht bij de jongens te zijn en dat mooi op de voet te volgen. En tegelijkertijd ook wel leuk om met de jongetjes wat bezig te zijn, wat te trainen en gewoon leuk bezig te zijn op het veld. Dus dat vind ik wel heel erg leuk, maar ik weet niet of dat in de toekomst meer en serieuzer gaat worden. Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet.
Misschien dat Martin je kan overtuigen. Leuk trainer zijn. Ja, nee, hij heeft al aangeboden om bij GOMOS te voetballen. Dus dat is ontzettend leuk. Oh, kijk aan. Zeker gebruiken, maar nee, trainer zijn is ontzettend leuk. Alleen voor mezelf had ik nooit verwacht, zeg maar, dat ik trainer zou worden. Ron Jans gaf op een gegeven moment aan van, nou Martin, misschien moet je toch een keer trainingscursus gaan doen. En ga je het leuk vinden. En eigenlijk vanaf het moment dat ik met de eerste trainingscursus begon, gaf me dat zoveel kracht en plezier. En denk van, oh wat mooi. Mm-hmm. Als speler ben je best wel wat dat betreft gewoon lui. Je wordt de hele week wordt je voorbereid richting de wedstrijd. En je doet je ding. Dat doe je zo goed mogelijk. Alleen je denkt er niet eens zo heel veel over na. Van waarom krijgen we nu zo'n training? Waarom krijgen we zo'n training? En natuurlijk, als jij een wedstrijd hebt en je hebt de volgende dag een uitlooptraining. Dat kan ik nog wel neerzetten, zeg maar. Maar gewoon de hele opbouw, de methodieke opbouw van hoe zet je trainingen neer. Wanneer moet je rust houden? Wanneer moet je toch even gas geven? Eén keer in de week conditionele prikkel. Eigenlijk alles bij elkaar maakt het gewoon ontzettend leuk. Plus dat je met die jonge gasten werkt. Ja, jongens van 17 tot, nou, bij GOMOS is het volgens mij 29. Ja, dat houdt je ook jong. En dat is zo leuk. En als die jongens, bij wijze van spreken een training. En dan komen jongens naar me toe en zeggen van, trainer, bedankt voor de training. Weet je, dat zijn de kleine dingen. Maar gewoon de contact en toch ook wat eigenlijk in je lichaam zit. Hè? Want je bent, normaal gesproken was je als speler zijn, was je de hele week, hè, werd je lichaam werd klaargemaakt voor de zondag. Hè, of voor de zaterdag. Tegenwoordig zelfs zondagavond heb je. En dan stond je lichaam ook op ontploffen. Als ik een wedstrijd had, dan was ik zo ontiegelijk sterk. Hè, want dat was ook de opbouw. En ik heb Ron Jans gehad, een aantal hele goede trainers gehad. En op het moment dat de wedstrijd was, voelde je zo sterk. En daar haal je zoveel overtuiging uit. En dat probeer je bij spelers ook te doen. Hè. Ook al trainen we maar twee keer in de week. Probeer ze wel op de juiste manier, hè, als die wedstrijd er is, toch voor elkaar te krijgen. Alleen, je moet wel beseffen dat je bij amateurs zit. Hè. En deze jongens die drinken op een zaterdag wel eens een keer een biertje. Hè. En je hoopt dat ze dat zo min mogelijk doen. Gaat dat nu toe goed, toch? Nee, dat gaat tot nu toe heel erg goed. Maar bovenaan? Ja, we staan bovenaan. Ja. Alleen, we hebben, wat ik net ook zei, een aantal jaren hele goede lichtingen gehad. Mm-hmm. Heel veel kwaliteit. En het is heel erg leuk. Dan even maar van de... hij heeft het ook in zich. Weet je, alleen, hij heeft natuurlijk heel lang ook in die sleur van voetbal gezeten. En dan stop je en dan krijg je best wel veel over je heen. Op het moment dat je in die sleur zit, krijg je niks mee. En dan mis je heel veel. Hij heeft, denk ik, niet eens door hoe groot hij is, zeg maar. Weet je, hoe goed hij was, en dat krijg je pas later. En ieder jaar dat je gestopt bent, ben je nog beter. Dat is wel leuk. Over 10 jaar is hij nog beter. Zo werkt het bij mij wel, weet je. Ja, weet ik niet. Ja. Nee, zo is het wel. En, maar ook de komende tijd is ontzettend leuk. Over de komende tijd gesproken. Kijken jullie ieder weekend FC Groningen? Je hebt er vorig jaar nog in de selectie gezeten. Ik volg het wel. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik ben altijd heel eerlijk. Hè? Want normaal zou je altijd heel... Hè? Sommige mensen zijn heel slim en zeggen, ja, ik kijk alles. Nee, ik kijk niet alles. Want dat willen de mensen misschien graag horen. Maar soms komt het niet uit. En dan heb ik dingen met de familie en dan kijk ik niet. Ik heb nog niet heel veel hele wedstrijden gezien. Maar natuurlijk, je volgt het wel. En, ja, als je met name nu de laatste fase merk je ook dat het moeizaam gaat. En zoiets van, ik heb ook gezegd, ik ben geen speler meer. Ik ben nu supporter weer van de club. En ja, dan hoop je natuurlijk dat het goed gaat. Ja, is het dan nog lastig omdat je onderdeel bent geweest van die groep en die jongens kent en de staf kent? Ja, dat ook wel hoor. Ik merkte ook wel in het begin, weet je, voelt het misschien ook nog niet helemaal lekker. Als je dan in het begin, je ziet dan zo'n wedstrijd en met het stadion, met het publiek. Ja, dan in het begin had ik nog wel eens van die momenten dat ik denk, mag niet vloeken. Godverdomme, ik had daar ook nog even een keertje willen staan. Ja. Maar weet je, dat, met de tijd gaat dat wel weer weg. Je volgt het zeker wel, ja. Het is een interessant proces, denk ik. Martin, jij analyseert voor RTV Noord vaak de wedstrijden. Wat verwacht je van komend weekend tegen RKC? Je hebt trouwens een beetje de verkeerde kleur aan. Geel en blauw. Ja, ik wil een beetje opvallen, zeg maar, anders val ik naast hem. Ja, dat is waar. Ik denk, geel, dan spring je er wel uit. Ik verwacht een hele kleine stiekem overwinning. Alleen, wat Arjan ook zegt, van, ze hebben het wel heel erg lastig hoor, op dit moment. Mm-hmm. En ook veel positiewisselingen. Maar goed, ze zijn nu met een nieuw team bezig. Hè. Er zijn, vind ik, wel heel veel kwaliteiten zijn weggegaan. Hè. Matusiwa, Goedmanson, die centrale verdediger Itakura, Pat als keeper zijnde. Weet je, dat...
Robben. Dat ben je allemaal kwijt. Dat ben je allemaal kwijtgeraakt. En ja, dat moet je wel gaan vervangen. En dat heeft, ik weet niet of die jongens zo goed kunnen worden. Alleen het heeft tijd nodig. En mijn tip aan Buijs is, kom zo snel mogelijk tot echt een basiself, zeg maar. Een duidelijk systeem. Stop met 5 man achterin. En ga weer op de FC Groningen spelen. Maar ze gaan wel winnen zondag. Mooi, dan gaan we direct door naar de voorspelling. Want in de warming-up doen we ook altijd de voorspelling. En dan gaan we 3 wedstrijden voorspellen. Wat kunnen we winnen? Wat je kan winnen is in eerste instantie de eer. Maar als jij alle antwoorden goed hebt, dan zorgen wij dat wij met iets naar je toe komen. Misschien wel een gesigneerde bal van Martin Drent en Arjen Robben. Okay. Maar daar komen we straks nog op terug. We doen altijd 3 eredivisiewedstrijden. En we beginnen, Martin, en we laten altijd een van onze gasten dat doen. Vandaag ben jij dat. We beginnen met FC Twente, Heracles, Almelo. De derby. 2-1. Overwinning dus voor... Ron Jans. Ja. Ja, natuurlijk jouw trainer geweest. Ja. Kijk jij veel eredivisie eigenlijk? Want we hadden net, je analyseert FC Groningen voor RTV Noord. Maar kijk je veel eredivisiepotjes, samenvattingen? Ik ben eigenlijk wel een beetje verslaafd geraakt. Maar dat begint op vrijdagavond. Hè. Vrijdagavond heb je het schakelprogramma met de eerste divisieclub. En dan duik ik mijn mancave in. En ik heb 3 vrouwen thuis. En die komen daar gelukkig niet. Hè, die hebben het verboden terrein. En dan kijk ik al die wedstrijden, zie je de hoogtepunten. En ik geniet daar zo van. Ja. En daarnaast kijk ik ook zoveel mogelijk wedstrijden, ook in de eredivisie. Maar zo extreem fanatiek als ik nu ben, zeg maar. Dat had ik ook niet toen ik net gestopt was of andere jaren. Maar het is nu ook, hè, omdat je voor RTV Noord doe je dingen. Ja. FC Groningen. En ja, het is wel een verslaving geworden nu. Wedstrijd nummer 2 is PEC Zwolle-Cambuur. 2 ploegen die eigenlijk 1 onder en 1 boven Groningen staat. Een beetje tussenin. Wat verwacht jij van PEC Zwolle-Cambuur? Een gelijkspel, 2-2. Een gelijkspel. En de laatste is FC Groningen-RKC. Daar begonnen we eigenlijk mee. 1-0. 1-0. Nee, wacht, ik pas hem aan. 2-0. 2-0. Want dat was de uitslag van mijn debuutwedstrijd toen in de basis tegen RKC. Kijk aan. Dus 2-0. Kijk aan. Nu gaat het ook goed met de kaartverkoop. Er zijn nog ongeveer 1500 kaarten op dit moment. Arjen, vind je dat nog mooi om te horen? Ja, zeker mooi. Want dat is het mooiste wat er is. Weet je. Daar wil je uiteindelijk naartoe. En het liefst wil je dat wekelijks zien hebben natuurlijk. Een volle euroborg. Dat zou... gaaf zijn als dat elke week zo is, ja. Verheug je op zondag? Of vind je zo'n eerbetoon eigenlijk maar, ja, wat je zei, ik wil liever... Nee, nou ja, weet je, ik zie het ook een beetje als een laatste keer nog gewoon met het publiek. En ook vanuit mij ook zelf de dank ook naar het publiek, weet je wel. Ze hebben mij ook in het afgelopen jaar hebben ze me altijd gesteund. Ik voelde heel veel waardering, heel veel warmte en heel veel steun. En dat heeft me ook wel heel goed gedaan. Dat heeft me ook wel momenten ook wel er doorheen gesleept. Dat je zei, oké, we doen dit met z'n allen. En ook bij tegenslag stonden ze ook volledig achter me. En hebben ze me gewoon heel erg geholpen en gesteund. Dus daar ben ik ze wel dankbaar voor. Ja, hoe heb jij dat ervaren vorig seizoen? Al die acties voor Arjen en bij het trainingsveld nog een keer. Nou ja, kijk, als supporter zijn ben je ook wel eens een keer tegen een teleurstelling aangelopen. Hè? Want toen de tijd met Ronald Koeman was eigenlijk wel een beetje dezelfde situatie. Ronald Koeman zou terugkomen bij ons. En dat gebeurde toen niet, want hij koos voor Feyenoord. En dat was best wel een dreun. Dat je denkt van, oh, wat zonde, gemiste kans. En ook dat begreep ik wel, hoor, dat hij dan Feyenoord ging. Maar dat was ontzettend leuk geweest. En ja, hij deed eigenlijk ook op een moment... dat we het ook allemaal nodig hadden. He, want je ziet ook in betaald voetbal zie je allemaal eigen bv'tjes. Hè? Jongens die al op hele jonge leeftijd bizarre keuzes maken door weg te gaan. Van clubliefde is totaal geen sprake. En dit was voor ons zo mooi om te zien dat clubliefde nog steeds bestaat. En dat was een moment van Arjan. En nogmaals, ik kreeg de kippenvel van en nu weer. Daarom heb ik ook lange mouwen, want dat hoef je ook niet te zien. Heel goed, heel goed. Maar wat ik ook heel erg mooi zou lijken, zeg maar. Want hij krijgt nu zijn afscheidsmomentje, zeg maar. Hè, als speler zijnde. Maar dat hij nog even 10 minuten in de kleren gaat. Dat Danny Buijs zegt van nou. We laten hem nog even 10 minuten spelen. Want ik denk dat zijn gevoel dan ook anders is. En als de stand dan toch al 2-0 is. Dan kan hij mooi de 3-0 nog maken. En dat zou juist een heel mooi afscheid zijn. Maar ik weet dat het zo niet werkt. Maar je mag af en toe wel dromen, denk ik.
Toch? Arjen, is er een kansje? Nou, ja, nee, maar dat is... ik heb die ook al wel... natuurlijk ook wel eens de revue laten passeren. Dat is wel iets... Dat zou en dan gewoon die derde nog maken. Ja, dat zou iets heel moois zijn. Dat is inderdaad iets... Dat zou iets heel bijzonders zijn. Alleen, ja, ik denk dat nu niet realistisch is. Want je bent niet... je bent nu niet... 10 minuutjes. Ben je fit. 10 minuutjes. Niet fit voor... Hè, voor Eredivisie voetbal. Niet sterk genoeg, fit genoeg. We gaan het afwachten wat gaat gebeuren. Ik zit op de tribune, dus kan zo naar beneden. Nee, over de tribune gesproken, na afloop van de wedstrijd worden er altijd ballen door onze hoofdsponsor publiek ingeschoten. En dan willen we eigenlijk vragen of jullie in elk geval deze bal willen gaan signeren. Dan kunnen na afloop onze spelers die in de tribune schieten en dan staat er een handtekening op van, ik mag wel zeggen, twee boegbeelden van FC Groningen. Dan is het nog benoemenswaardig om te noemen dat de wedstrijd begint om 11:45. Jouw eerbetoon is rond 12:00. En dat de mensen op tijd naar het stadion komen, want er zijn heel veel wegwerkzaamheden. Jij moet vanuit Emmen komen, denk ik, als je deze kant op komt. Maar er zijn overal wegwerkzaamheden. En via groningenbereikbaar.nl kunnen de mensen kijken waar ze langs moeten rijden om bij het stadion te komen. En we adviseren eigenlijk iedereen om op de fiets te komen. Zou ik ook doen. Kom je uit de fiets, Arjen? Ik kom, denk, ja, het ligt aan als het mooi weer is wel, ja. Heel goed, heel goed. Man, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Is leuk. Goed weekend. Ja, hetzelfde. Mooi.